Welkom bij Jump at Wall PC Gaming. Vandaag een speciale aflevering van City Skylines, namelijk een aflevering van een uur. En dat is omdat mijn hoofdkanaal 2 jaar bestaat. Dus daarom deze speciale video's, moet ik eigenlijk zeggen. Want voor de rest is er vandaag ook een special te zien op mijn tweede kanaal van Euro Truck Simulator en Train Simulator, allebei 2 uur. En nog een uur Geoguessr. Dus genoeg te zien. En we gaan nu dus een uur City Skylines spelen. Gewoon in Jump at Wall City. Ik weet nog niet precies wanneer deze uitkomt. Oorspronkelijk zou dat 2 mei zijn. Maar het is een behoorlijk drukke periode. Dus ja. Er komt een dag. Dat ik. Dit ga vieren. Dat zal een zaterdag zijn. Maar ik weet nog niet precies welke. Dat kan. Het is over 2 dagen is 2 mei. Dat ga ik nooit halen. Dus ja, het kan over 1 week zijn. 2 weken. Ik denk eerder 2 weken dan. Dus dan is het in de weekend van... wat is het? 14 mei dan? Zoiets? 14 mei? Nou, dat kan misschien wel. Ja, als ik in de tussentijd niks anders zeg, dan zal het 14 mei zijn. Maar ja, dat zie je wel wanneer deze video uitkomt dan. Ik heb een aankondiging gedaan op mijn hoofdkanaal voor 2 speciale dagen en wat ik daarop allemaal laat zien. Die is dus enigszins aangepast. Maar dit is hetzelfde gebleven. We gaan een uur City Skylines spelen. City Skylines. En ik wilde nog steeds... Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb. Maar mijn plan was om hier Jump at Wall City te gaan schrijven. Dus ja, dat ben ik nog steeds op plan. Maar we hebben daar geen geld voor. Dat is wel minder. Oké, waar waren we mee bezig? Dat is een hele goede. Garbage. Garbage is oké. Okay. Water. Oké. Ja, het ziet er ook wel goed uit. Fire department. Ik wil hier een fire department. Politie heb ik. Is dit een... Ja, dat ziet er ook wel goed uit. Alhoewel, nee, ik wil hier nog een elementary school. Buslijnen, die zijn geregeld. Misschien hier een nieuwe buslijn, maar dat komt wel. We hebben een aardige commercial demand, dus... mijn keel is een beetje... Gaat er een beetje aan, maar... Die kunnen we hier zetten, want... Anders is... ja, dat is eigenlijk best wel handig, want je kan gewoon die rotonde gebruiken om terug te komen. Het is misschien wel wat drukker dan ik zou willen, maar... Wacht even. We gaan even deze gebruiken. Maar het is geen slecht idee. There we go. Wat nu? Ja, wachten totdat we 10.000 hebben voor die fire station. 12.000 zelfs. Verdienen wel aardig, dus het duurt niet al te lang. Maar dan moet hier gewoon nog een fire station komen. Oh, we kunnen de tijd versnellen. There we go. 9.000.
10. Bijna 11. Kom op. 11.000. Hier. En 12.000. Bijna. Oké. Waar zetten we hem neer? Hier. Zo. Hier moeten we trouwens er ook eentje hebben. En een health clinic. Daar heb ik even niet naar gekeken. Naar deze wijk. Deze wijk heeft alles nodig. Oké, we hebben alweer bijna 10.000. Dus dat is mooi. Education. Het werkt niet zo goed als ik gehoopt had. Is dit een richtingsverkeer allemaal of zo? Nee. Oké, doe maar hier. Inmiddels hebben we alweer genoeg voor een fire department. En een medical clinic. Oké. Crime is heel laag, dus daar ga ik me niet zo mee bezighouden. Alleen nog deze. Een firehouse. Deze zijn gewoon veel te duur. En dan kunnen we beginnen aan Jumpetable City. We hebben toch niet zoveel vraag, dus. Dan kan ik me gewoon uitleven. En kom op, 10.000. Zijn er bijna. There we go. Oh, deze was 12.000, hè? Ja. Oké, nog even wachten. Alright. Oké. Dan gaan we nu mijn plan uitvoeren. Oh, oh. Wat is er met de camera? Wat is er met de camera gebeurd? Volgens mij staat first person camera aan, ja. Oké. Hoe wil ik dat doen? Met deze, denk ik. Oké, ik ben heel erg benieuwd. We kunnen hem ook zo doen.
Ja, dat is beter. Dat is een beter idee. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oké, ja. Dat ook een beetje zoiets. Is het een goed? Nee. Oké, wacht. Hij is 2 breed. Oké. Maak hem 4 lang of zo. Dan nog 2. Nee, doe maar 1. Oh, dit gaat zo perfectionistisch worden. Niet dat het er perfect uit gaat zien. Ik ben redelijk tevreden nog. Tot nu toe. Dat is best wel een duidelijke idee, toch? Ik denk dat we niet tot City komen. Oh, die kunnen we hier doen. En dan een brug te. Oh, geweldig. Oké, de A. Iedereen weet dat dat de moeilijkste is. De A. Ik weet nog niet precies waar ik moet beginnen. Zoiets. Oké, dat is 5,5 ding. Dan doen we dat de andere kant op. Ik heb geen idee of dit symmetrisch is. Zoiets. Oké. Oh, nope. Het hoeft er niet perfect uit te zien. Maar ik denk dat dit te groot is. Het is niet heel erg. Dan kunnen we hier desnoods verder gaan. Oké. Weg naar beneden. 5 dingen. Yep. Dan 2 schuin, denk ik. 3. Ja, 3. 3 is goed. Zo. 3 die kant op. Scherpen. Waarom zit er zo'n bocht in? Waarom? De hel? Dit ziet er redelijk uit. Ja, vanwege die trein. Kunnen we daar wat aan doen? Even kijken hoor. Oh, transport. Nee. Oké, dan doen we een wat schuinere. Het zag er op zich niet heel erg uit. Het ziet er best wel oké uit tot nu toe. Verrassend genoeg. Misschien moet die iets. Nee, wacht. Demolish. Oeh, we hebben nu heel veel vraag.
map. Voel me nu echt als Dr. Bieber of zo. Ja, zo. There we go. Oh. Upgrade. We hebben genoeg geld. Ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Ga ik er huizen aan gaan doen? Ah, het is net te groot, denk ik. Wat we kunnen doen is zo verder gaan. I'm quite liking that idea. Laten we voor nu gewoon zo verder gaan. Met de P. Nee. Zo. P wordt ook interessant. Vijf omlaag. Nee. Ik denk dat ik twee minder moet doen. Zoiets. En dan twee. Anderhalf misschien. Wacht, anderhalf bij anderhalf, denk ik. Anderhalf. Anderhalf. Ja, dat ziet er oké uit. Nee. Anderhalf. Bij. Oh, kom op. Bij anderhalf. There we go. Het is niet het mooiste ding, maar. Oh wel. Dit wordt heel interessant. Ik denk dat we gewoon zo verder gaan. Dat lijkt me wel grappig. Het is totaal niet zoals ik het bedacht had. In mijn hoofd ging het allemaal hier wel passen, maar. Ik vind het wel cool eigenlijk tot nu toe. De E. De E gaat een beetje zo. Dan 5 naar beneden. Het zijn er 4. Doe maar 4 en een half. Dan hier nog een klein beetje bij. Alright. En dan stukjes van 3, denk ik. Nu komen we in de problemen. Verdienen aardig wat geld nog steeds, dus. Maar we hebben ook veel demand. Misschien moeten we ondertussen gewoon even iets. Ja, we kunnen hier niet echt meer uitbreiden. Dat is een probleem. We zitten behoorlijk aan onze max. Right. Misschien moet die iets naar beneden. Drie. Dit ziet er niet helemaal recht uit.
Nou, ik vind het wel goed zo. I don't really care. Oké, dan gaan we de thee bouwen. We hebben niet echt veel geld hoor. En we moeten ook dat extra stuk land kopen, dus. Het is heel prestigieus, dit plan. Het enige probleem is dat die snelweg hier loopt. Hoe gaan we daarmee? Hoe gaan we daar mee om? Ander probleem is dat we heel veel demand hebben. En een watertekort. Oei. Nee, geen watertekort. Dit ding heeft gewoon geen water. Alright. Ik denk dat we dit gewoon even laten. Voor wat het is. Ook al ben ik nu in de flow. En in de tussentijd gewoon een extra wijkje erbij bouwen. Nee, die. Alright. Even een klein, heel klein bochtje. Snapping, snapping. Here we go. Kom op. Zo. Hier. Ik vind het best wel een cool plan hoor. Ik ben wel benieuwd hoe ik die thee erin. Bij krijg. Nee. Cool. Ik denk dat ik one way is wil. Like that. Zo. Mop. There we go. Oké, okay, dan kunnen we het nu gaan verven. Dit wordt allemaal groen. Hoe doen we het weg? Die zo, zo. Goed. Ah, die ene. There we go. Dan doen we dit. Zo.
Binnenkort waarschijnlijk ook weer industrie nodig. Dat wordt wel een probleem. We hebben meer power nodig. Kijk hoe snel er gebouwd wordt. Ze zaten daar echt op te wachten gewoon. Voor nu is dit wel genoeg. Zitten we met de power? Ja, we hebben een nieuw ding nodig. 12.000. En we hebben scholen nodig. Oh ja, pijpleidingen. Ja. Het is niet ideaal. Powerlines. Well, power lines. There we go. Nee, dat komt vanzelf wel. Alright. Nou. Ik vraag me af of we Jumpettable deze aflevering nog af gaan maken. Het is in ieder geval een heel boeiend project. Kom maar op. Bouw hier huizen dan. Hier is je power. Sukkels. We hebben power nodig. 12.000. Hoe zitten we met water? Ja, laten we eerst gewoon even de belangrijke dingen doen en dan hier geld aan uitgeven. Wat is dit? Het is niet veel. Maar het heeft gewoon bijna geen upkeep. Interesting. Is dit hydropower plant? Solar. Nuclear. Dan zijn we wel van alle problemen af in dit spel. Alle power problemen dan. Alright, power is connected, dus we kunnen deze slopen. Ga door. Nou, nu hebben we natuurlijk allerlei dingen nodig. Garbage. Ta 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 ta.
There we go. Ja, we gaan ze gewoon één voor één af. Power is goed, water en sewage. Laten we die maar doen. Ze zijn ook niet zo heel duur. Water pumping station. Pompstation. Nee, oeh. Heb ik bijna daar neergezet. Je moet hier. Oké. Ik kan niet klikken. Zie ik het? Nee. Oké. Ik had even de hoop dat hij al connected was, maar. Power. Here we go. Dit zou ik moeten doen. Ja. Yep. Sewage. Bij de A. Wat is hier aan de hand? Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Nep, is niet erg, want dat gaat gewoon. Ja. Oh, alhoewel. Dat is interessant. Het heeft zijn eigen energy supply, maar zo kan het niet meer in de stad komen. Dus dat. Laten we dat maar gewoon verbinden. Verandert niks aan de availability, verrassend genoeg. Apart. Oké, een medical clinic. Oh my god. Cemetery. Aan de overkant van de vuilnisveld. Juist. Juist. Oh, die heeft water nodig. En power, want tuurlijk. Wat nu? Hoe zitten we hier? Healthcare. Electricity, oké. First health, oké. Ja, we hebben nog geen universities. Wanneer is ons volgende milestone? Papa, niet hier. Waar kan je dat zien? Hier. Bijna. 7000. En dan krijgen we. Oh, nieuwe zones. Oké. En universities. Metro station is. Ah. Kortom, veel geld uitgeven. Dat is het idee. Wat gaan we in de tussentijd doen? Wat hebben we nog nodig? Een school waarschijnlijk. Fire department. Kost 12.000. Clinic hebben we nog niet. Nee. Die covert zo weinig. Dat is een probleem. Als ik hem hier zet, covert hij het grootste gedeelte dus. Ik zet hem daar neer. Fire. Politie en education. We hebben ook een high school nodig in dit gebied. Zoveel geld.
Ja. Elementaries. Wat? Is dit? Ja, oké, okay, dat is logisch. Het gaat erom dat het voor deze mensen bereikbaar is. Dus dit kan wel helemaal groen zijn, maar daar heb ik niet zoveel aan. Ja. Oké. Fire. We zitten met de tijd. Oké. Nog 20 minuutjes. Tijd gaat snel, zeg. Fire hazard. Ik hoop dat ik genoeg ruimte heb op mijn computer. Ik kan al 100 gigabyte vrije ruimte. En als het goed is, moet een uurtje City Skylines zo'n 90 gigabyte zijn. Dus ja, dat wordt spannend. Oké, waar zetten we die neer? Op de hoek. Ja, alright. Dan hebben we alleen nog een politie. Ja, we hebben wel eens een politiestation nodig. En een middelbare school dan nog. En inmiddels heb ik weer veel demand. Oké. Tap, 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 tap. Best wel apart dat de industrie nog steeds niet omhoog is. Wat ook wel apart is, is dat hoe snel dat dit gedeelte is gegroeid. Here we are. Middelbare school hebben we nodig. Hoe zit het met districten? Oké. Het hoeft niet precies. Walnut District, prachtig. Is dit één district of twee? We houden het op twee, op één bedoel ik. Twee in één. Birdsong. Ik vind het prachtige namen. Dit is de Jam District. Right. We kunnen een politiedepartement neerzetten nu. Dat was het laatste, toch? Ja, dit heeft ook weinig healthcare. Dat is wel een probleem. Politiedepartement maak ik me niet zo heel druk over. Kan wel gewoon zo. We hebben iets meer ruimte nodig voor de commercial. Nope, 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 nope. Don't do that. Like zo. Oké, nog een
Universiteit en dan zijn we wel klaar met Pearson Square. Of niet een universiteit, een middelbare school. Zitten we met de power inmiddels? Toch weer wat krapper. Ah ja, wacht even hoor. Dan. Onze unemployment percentage is 97%. Dat is echt heel hoog. Daarom hebben we geen industrie nodig. Dat is echt hoog. 3% onwerkloosheid. Dat is heel laag. Volgens mij is het in Nederland iets van 7% of zo. 5 tot 7%, zoiets. En dan valt Nederland nog mee ten opzichte van landen als Spanje en zo, dus. Ja. We hebben bijna genoeg geld voor een hogeschool. Het is geen hogeschool. Dus letterlijk is het hogeschool, maar dat is iets anders dan een high school. In Nederland is een hogeschool een meer vervolgopleiding. In Amerika is de middelbare school. Alhoewel je volgens mij in Amerika ook weer de middle school hebt. Dus ik weet niet wat dat allemaal inhoudt. There we go. Waar gaan we hem neerzetten? Yep. Het lijkt me goed. Oké, okay, dan kunnen we inmiddels weer verder aan Jumpettable City. Oh ja, we moeten nog steeds dat stuk land kopen. We kunnen beginnen met de thee. Hoe gaan we dat doen? Ik denk. Een beetje hier. Dan. Zo. Ik zal hem tot 4 doen. Ik weet niet. Ik weet niet precies in welke. Ik denk minder. Ik denk zoiets. Oké, laten we dat stukje land eens kopen. Hoe duur is het? Volgens mij meestal iets van 10.000 of zo in het begin. Die. 7.000, oké. Ja, gaat terug. Oké, nog één zo'n blokje. Dan 3 naar rechts. Dit is cool. Yay. Yay. Zo blij. Zo blij. Niet echt. Nu moet ik me daar zorgen over maken met universiteit en zo. Oké, dit is de T. Nee, die mag wel iets korter. Wacht even hoor. De T. Die mag wel wat korter. Ik moet de hele tijd zoeken naar dit ding. Alles zit aan de linkerkant. Zoiets? Ja.
Beetje lange. Ja, oké, het ziet er wel aardig uit. Oké, dan gaan we naar de A. Ja, incineration. De A was 4,5 of zoiets. Zoiets. En dan. Is dit het maximale? Alright. Iets hoger, denk ik. Wow. Waar zijn mijn frames gebleven ineens? Komt dat door dat extra stukje land dat we hebben gekocht? Are you for real? Ja, dit wordt wel een probleempje, denk ik. Die snelweg. Kunnen ook niet echt. Wow. Waarom heb ik zo'n enorme drop in frames ineens? Wat is dit allemaal? Wat is dit? Heel raar. Oh, oké, het zit terug. Fijn. Oké, geen idee wat er daar aan de hand was. Zometeen maak ik een spelfout, hè. Dat komt mij eeuwig duur te staan. Ah, die snelweg moet daar weg. Ik denk dat we dat kunnen doen op zich. Maar ik wil niet. Ik wil dat niet echt. Ik bedoel, die B moet nogal lukken. Er moet er nog een L en een E komen. Ik ben wel dichter bij elkaar gaan. Het is bijna mijn echte handschrift. Ja, of we kopen dit stuk land nog en maken we het daar verder af. Dat lijkt me de beste optie. Let's go. Zitten we met de tijd nog 10 minuten, oké. Vijf dingetjes naar beneden. Like that. Dan doen we hetzelfde als dat we met de B deden. Of met de. Niet met de B, met de P deden. Eén dingetje naar rechts. Dan. Anderhalf bij anderhalf. Andere half bij andere half. Het gaat niet passen. Het lijkt op een P, maar het moest een B zijn. Oké, wacht. Demolish. Ik denk. 1 en een. 1 en een beetje doen we. 1 en een beetje. Ga weg uit demolish mode. 1 en een beetje. 1 en een beetje. 1
Zit er een? En een beetje. Een. En een beetje. Een. En een beetje. Dan doen we het zo, denk ik. Ik weet niet of dit er goed uit gaat zien. Ik het niet. Toch niet. Het komt in de buurt van wat ik wil, maar het zit net niet helemaal. Ik moet eigenlijk iets meer. Zo. We moeten een dikkere buik hebben dan het eerste rondje. Dat ziet er denk ik beter uit. Ze dan even af kunnen maken. Oeh. Juist, dit. Ja, dit is smooth. Smooth. Niet perfect, maar wel. Wel aardig. Oké, dan gaan we een L maken. Die gaan we denk ik heel speciaal maken. Voel ik aankomen. Is dit 5? Ik denk dat dit 5 is. Alright. Pitch up. Waar is pitch up? Hoe verhogen we zo'n ding? Ik heb geen pitch up. Options. Gameplay. Wat kunnen we hiervoor gebruiken? Die misschien. En die. Kijken of dat werkt. Eindig met de E. Oké. Ja, dat kan. Top 5. Dus dat is zo. Die ga ik zo meteen even aanpassen. Nou, het ziet er best wel oké uit. En gewoon voor de lol.
Voor de lol heb ik nog een idee. Kunnen we zelf een rotonde maken? Ik ga het proberen. Heb ik in ieder geval deze nodig. Ik denk dat ik snapping even aan moet zetten. Nee. 1 bij 1. Nee, dat is hem niet, hè? Wow, kijk hoeveel geld dit ons heeft gekost. Ik weet waar ik fout deed. Heb ik wel de one ways ingesteld? Welke kant? Hij moet de andere kant op. Precies 1 bij. Is dit 1? Ja. 1 bij 1. 1 bij 1. 1 bij 1. Dat is beter. Much better. En dan doen we. Dit is gewoon de finishing touch. Dan doen we. Alhoewel, nee, het kan wel eerlijk verkeerd zijn. Het is niet. Tenminste. Nee, doe maar twee richting. Nee. Drie deze kant op. Twee die kant op. Kom op. Gewoon recht. Zo moeilijk is het toch niet? Ja, maar ik vind het goed zo. Een uitroepteken. Of zoiets. Iets wat erop een beetje op lijkt. We zitten trouwens over de tijd heen, wat heel jammer is. Ik zeg niet dat dit allemaal functioneel is, dus. Dit is totaal niet bedoeld als iets functioneels. Het gaat functioneren, maar. Ik vraag niet aan mij of het goed gaat functioneren. Oké. Dit worden trouwens allemaal gewoon huizen. Ah, je kan niet. Ah, oké. Dan doen we zo eentje.
Oké, okay, niet ideaal, maar. Maar. Okay, ik wil deze heel snel nog afmaken. Dit doe ik de volgende keer wel. Maar dit is het, Jumpettable. Het staat er. Vraag niet hoe, maar het staat er. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan gewoon weer een normale aflevering. En geniet nog wat ik voor de rest van de dag te bieden heb. En tot de volgende keer.